Wat we wel weten is dat die Omicron-variant zich kan onttrekken aan opgebouwde afweer ten gevolge van een doorgemaakte infectie of een eerdere vaccinatie, zeker als dat enige tijd terug is. En dat biedt dan uiteindelijk minder bescherming om die weer op te lopen. En waarom komt dat? Ja, dat komt eigenlijk omdat die Omicron variant te veel afwijkt van, de, van het virus, waarmee dat vaccin destijds gemaakt is. He, u moet het vergelijken, iemand trekt plotseling een andere jas aan en dan herken hem niet meer. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het afweersysteem kan hem eigenlijk niet goed herkennen, omdat die omicron variant aan de buitenzijde een ander gedaante aanneemt en op zich nog verder hetzelfde vermogen heeft om de cel te infecteren. Nou, dat die Omicron-variant dat kan en dat we dus zien dat de opgebouwde afweer daar onvoldoende tegen beschermt, of in ieder geval veel minder dan tegen de huidige Delta-variant, dat is natuurlijk een flinke tegenvaller, dat zult u begrijpen, want dat zet ons toch weer een beetje terug. Tegelijkertijd weten we ook dat boostervaccinaties, dus het geven van een derde vaccinatie na een volledige vaccinatiereeks van twee, tenzij het Janssen-vaccin natuurlijk gegeven is, dat dat een opfrissing geeft van het afweersysteem en ook maakt dat na die booster de bescherming tegen de omikronvariant weer belangrijk toeneemt. Dus... Um, en niet alleen moet ik misschien toevoegen bescherming tegen infectie, maar ook bescherming tegen ernstige ziekten verwachten we.